Hoi, ik ben Madé. En ik ben Maaike. En we zijn hier vandaag in Utrecht bij een of ander fort of zo. En we zijn bij het congres van Koerskapsscholen. Kan jij Duits? Dat is geen Duits, dit is Zweeds. Van Knekkenbreud. Oh, nou het zal wel. Zullen we gaan kijken? Ja, is goed. Goedemorgen, wat is uw bestelling? Ik wil graag twee hamburgers en twee cola light, alsjeblieft. Oh ja, maar u kunt alleen Zweedse gerechten bestellen hier, hè? Mijn bestelling is een hele mooie dag en leren over gepersonaliseerd leren. Hallo, mag ik misschien bij u achterop? Ja hoor. Wat komt u doen vandaag? Koffie drinken en lekker lunchen. Nee, ja. We zijn van een basisschool en wij willen eens kijken of voor onze kinderen het ook wat is met laptops werken, op eigen niveau werken. En wat verwacht u ervan? Ik hoop dat ik heel veel ga horen over hoe wij binnen het mbo met deze vorm van onderwijs kunnen werken. Nou, ik hoop wel dat ik geïnspireerd raak op een aantal onderdelen. Want ik vind het wel een heel mooi systeem. Dat moeten we eigenlijk heel snel doorvoeren. Hallo, heeft u misschien ook zo'n mooie badge voor ons? Dankjewel. Hey, kijk, dat is kunst. Kunstkapskolan. Ja, ik denk dat er gewoon iemand ja is. Kan ook. But first, let me take a selfie. Wow, wat veel mensen. Going hard in the pit, yeah. I still ball in the pit, yeah. Something wrong with the picture. Something is wrong with the way. And I don't know why. Why. Why you need to lie. Kan er niet een filmpje komen of zo? Ja, was maar zo'n feest. Wat wordt hier verteld? Want ik snap het niet. Over wat voor onderwijs ze geven, in welke vormen in Zweden. Wat heeft u geleerd? Ik leer elke dag. Ze hadden het over leerdoelen en dat je heel erg moet denken vanuit de leerling. Vooral heel veel zaken waar je tegenaan loopt wanneer je als school besluit over te stappen naar zo'n systeem. Zullen we nu naar Diga? Dit is de bezemkast. Welke is je favoriete maat? My favorite food is, I think, any kind of fish. Hoe smaakt het eten? Ik heb net een half broodje op en het is lekker. Ja, lekker, zeker. Met welk gerecht vergelijkt u school? Pasta. En waarom? Wat je erin doet, zo smaakt het ook. Dus iets met heel veel kleuren en heel veel verschillende smaken. Ratatouille. Alle leerlingen zijn verschillend. Kunt u de naam van dit congres uitspreken? Want het is best wel een lastig woord. Kunstkapskolan. Goed zo. En weet u ook wat het woord betekent? Letterlijk de vertaling? Ik heb geen idee. Iets van vakschool of zo? Volgens mij is het de naam van de school in Zweden waar ze begonnen zijn. Maar dat weet ik niet zeker. It means knowledge school.